Hallo, welkom bij de Slimme Zorgen-estafette in het Noorden. Mijn naam is Carmel Thijssen en ik neem jullie mee wat er allemaal qua activiteiten te doen is in het Noorden. Het is de eerste keer dat ik een vlog opneem, dus ik vind het redelijk spannend. Dus hopelijk pakt het een beetje leuk uit. We gaan snel naar de TZA-truck, die staat in Emmen bij Tangerborg, dus kom snel mee. Ja, dit is de Sonbox slaaprobot en deze robot helpt mensen tot rust komen. Ik sta hier bij Erika Stoer. Erika, waarover heb jij je verwonderd afgelopen jaar? Nou, ik heb me wel heel erg verwonderd over eigenlijk de technologieën die er al bestaan. Ja, het was heel positief eigenlijk. Ook wel heel veel dingen herkenbaar die wij zelf hier bij Demens ook gebruiken, in de dementiezorg. We zijn in de bibliotheek aangekomen waar Stijn van Berk op dit moment een informatiebijeenkomst aan het houden is over de slimme zorg. Laten we snel gaan kijken, ik ben benieuwd. De thuissituatie, zeker door de mantelzorger, was heel prettig ervaren. Dat men toch wel zorgtechnologie en de mogelijkheden daarin, vooral voor mensen die nog thuis wonen, en toch willen weten wat er in de toekomst aankomt. Wij organiseren de cursussen om mensen digisterker te maken, eigenlijk zeg maar, op het gebied van digitalisering. Daarin kunnen wij mensen leren om bijvoorbeeld om te gaan met de digitalisering in de zorg. Dit was het programma voor vandaag alweer. Morgen gaan we naar de Heltep Rode om te kijken naar een printer. En we gaan naar PGO, PCH luisteren en we gaan nog naar financiering over zorgtechnologie luisteren. Ik neem jullie morgen graag daar naartoe mee. Fijne avond verder!